3 geavanceerde oefeningen voor keiharde buikspieren. Goeiedag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics. Vandaag heb ik 3 geavanceerde oefeningen voor keiharde buikspieren. Als eerste zie je hier de toast to bar. Je gaat aan de stang hangen, ga helemaal gestrekt uithangen in de dead hang. En het enige wat je doet is je tenen naar de stang toe brengen. Je armen blijven gestrekt, je gaat geen momentum creëren. En zeker op de terugweg naar beneden probeer je controle te houden zodat je niet gaat slingeren. Of in ieder geval maar minimaal. Maar liefst dus helemaal niet. Dat betekent dat je volledige controle hebt over de beweging. De tweede oefening die je hier ziet zijn de hanging hip raises. Je gaat hangen en je strekt je helemaal naar bovenuit. Dan zak je terug naar beneden tot horizontaal en daarna strek je weer uit. Hierbij hou je je benen zo gestrekt mogelijk en je armen ook zo gestrekt mogelijk. Probeer alles uit je core te halen. Nou, als laatste oefening zie je hier voor de schuine buikspieren zie je de window wipers. Ga hangen, strek je helemaal omhoog en laat je zakken tot horizontaal. Je benen en armen zijn gestrekt. Dan gaan je benen naar links of naar rechts en dan naar de andere kant. Belangrijk daarbij is dat je je heupen hoog houdt, horizontaal. Dus je gaat van links naar rechts bewegen en het is echt goed voor je obliques, voor je schuine buikspieren. Doe deze 3 oefeningen als je wat verder bent in het calisthenics en ik garandeer dat je keiharde buikspieren gaat krijgen. Nou, vind je deze video leuk? Geef een like, geef een duim. En deel deze video met iemand die deze informatie goed kan gebruiken. Mijn naam is Martin Kokken vanuit de Gym Houten voor Bodyproof Calisthenics. Tot de volgende keer.